Welkom bij een nieuwe aflevering. We gaan vandaag kijken hoe je heel simpel vanuit je Trust Wallet Ethereums kunt overzetten naar je MetaMask account. Nou, als je voor een eerste keer een MetaMask hebt geïnstalleerd, dan heb je daar nog geen funds op. Dus je hebt er geen Ethereums op staan. Nou, als we die app openen, dan zou het als het goed is voor een eerste keer zou het leeg staan. En dan wil je natuurlijk Ethereums opzetten. Nou, ik heb er momenteel 0,035 Ethereums opstaan. We zien aan de bovenkant zien we vier knopjes staan. Receive, Buy, Send en Swap. Aangezien wij willen ontvangen, dus we willen ontvangen op ons MetaMask account, klikken we op Receive, dus ontvangen. Wanneer we willen versturen vanuit MetaMask naar een andere wallet, naar iemand anders, dan klikken we op Send. Dus ik klik hierbij op Receive. Dan komt er een barcode te staan. Deze kan iemand anders scannen, zodat ze direct jouw code hebben, dus jouw adres waar ze het geld naartoe kunnen sturen. Maar dit is niet nodig. Daaronder staat kopie. Als je daarop klikt, dan kopieert die automatisch jouw adres. Dus jouw MetaMask adres kopieert die, want die hebben we zometeen nodig. Als we dan teruggaan, kunnen we ook onder ons account zien we trouwens ook ons adres. Daar kan je ook op klikken. Dan kopieert hij ook zeg maar jouw MetaMask adres. Kopieert hij dan. Als we dus het adres hebben gekopieerd, kunnen we naar ons Trust Wallet gaan om te versturen. Nou, ik open Trust Wallet en ik zie dat ik Ethereum heb. Ik klik dan op Ethereum. En wat ik dan zeg is, ik wil senden. We zien drie knopjes aan de bovenkant staan. Send, Receive, Swap. Als we in Trust Wallet wilden ontvangen, dan klikten we op Receive. Maar we willen versturen, dus ik klik op Send. En dan zegt hij, oké, naar wat voor adres wil je je Ethereum versturen? Nou, als het goed is, heb je zojuist het adres gekopieerd vanuit je MetaMask. Dan zeg je gewoon Paste. Je kan even kijken of het adres wel klopt. En in dit geval klopt het. Dit is inderdaad mijn MetaMask adres. Maar dan zegt hij hoeveel Ethereum wil je versturen. Als je op max klikt, dan laat hij dus de totale hoeveelheid aan Ethereum laat hij zien. Maar dit is geen goed idee, aangezien als je dit doet, dan gaat het versturen mislukken. Waarom? Omdat hij ook altijd een bepaalde fee rekent. En daar heb je dan te weinig fondsen voor, aangezien je alles wil versturen. Dat gaat dus niet. Nou, ik ga dit even verlagen naar 0,05 Ethereum en dan zeg ik continue. Dan zegt hij oké, we willen dit transferen, dit gaat zoveel kosten en daarbij hebben we natuurlijk ook een network fee van $7. Dus maximaal totaal wordt ongeveer $22. Ga je akkoord, dan zeg je confirm en dan zegt hij oké, transfer. Transfer is dus nu bezig. Dit kan vaak een aantal minuten duren voordat hij hem dus heeft verstuurd naar je MetaMask account. We zien dat het klokje van de transfer is verdwenen. Dus we gaan naar onze MetaMask account en we zien dat er staat 0,04 Ethereum. Dus we hebben succesvol 0,005 Ethereum vanuit ons Trust Wallet overgeplaatst naar onze MetaMask account. En zo simpel gaat het. Vergeet niet te liken en te subscriben. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Tot ziens!